is mede mogelijk gemaakt door de Twenterander. Welkom bij het politieke praatprogramma van Twenterand. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Campagnetijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld al een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijken? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Welkom, kijkers en luisteraars, bij het praatprogramma Politieke Stem op Delta FM van donderdagavond 2 mei. Bij mij aan tafel vanavond Erik Kobes, fractievoorzitter van de VVD. En hij is voor de onderbreking mijn enige gast. Stefan Reusken stond ook op mijn lijstje van vanavond, maar hij is met vakantie. Helaas zeg ik niet, want ik hoop dat hij een mooie vakantie heeft. En hij laat zich dus bij deze verontschuldigen. Ik moet overigens wel zeggen dat ik bij de opstelling van het uitzendschema voor deze programma's geen rekening heb gehouden met een mogelijke vakantieperiode in deze tijd. Erik, jij bent er gelukkig wel. Hartelijk welkom. Ik ben er blij mee dat je er bent. Maar jullie hebben als politici wel heel veel vakantie, hè? Is dat zo? Ja. Nu. En over een paar maanden begint de grote vakantie. Dat klopt. Maar voor de politiek is het nog geen vakantie. Dat komt wel. Maar ik weet niet precies wanneer het reces begint. Maar er is op dit moment geen vakantiereces of zo. Oh, ik dacht dat er nu een vakantiereces was. Want niet dat ik weet. Heb ik niet gemerkt in ieder geval. Maar er is ook geen besluitenlijst. Het college is ook niet bij elkaar geweest. Dat kan. Maar dus blijkbaar loopt het allemaal zo goed in Twenterand dat dat niet meer hoeft. Okay. Dat weet ik niet. Nou maar ja, we wachten het af. Ja. Want ja, politiek is het op dit moment niet reuze spannend. Nee. Maar de kadernota komt eraan. Ja. De behandeling van de kadernota en de mei-circulaire vanuit het Rijk zit er ook aan te komen. Klopt. En dat zal misschien nog wel wat debat kunnen opleveren. Daar ga ik wel van uit. Hè. Daar wachten we allemaal op wat daar allemaal in staat. En ik denk ook dat het dan wel gebeurd is met de rust. En dat er dan wel wat meer op de agenda kan gaan staan. Ja. Het is nu inderdaad erg rustig. Erg rustig. Nou, de kadernota voor de kijkers en de luisteraars is eigenlijk een van de belangrijkste vergaderingen van een jaar. Want daar geeft het college aan in welke richting ze gaan denken bij het opstellen van de begroting voor 2020. Ja. Dus de grote punten waar ze dan mee naar voren komen, daar kan de raad dan een mening over geven. En het college hoort dan hoe de raad daar tegenover staat. Klopt. Dus dat wordt meestal ook een mooie en interessante vergadering. En die begint meestal ook als middags. Nou ja, in dit geval zeker wel. Normaal was dat bij de begrotingsbehandeling het geval. Dat was eigenlijk het hoogtepunt in het jaar, zeg maar, het politieke jaar. Maar dat accent hebben we bewust verlegd nu voor het eerst naar de kadernota. Daar wordt meer tijd voor ingeruimd. En waarom? Omdat je als de begroting in behandeling wordt genomen, dan kun je eigenlijk niet zo gek veel meer bijsturen. Hè? Of je moet ook al dekking vinden elders, maar je hebt ook niet zoveel tijd meer. Bij de kadernota, hè, dat is dus de voorloper voor de begroting, kun je als raad en de afzonderlijke partijen al veel meer van je eigen stem kwijt van welke kant of je vindt dat het op moet gaan. Ja. En dan kan het college heeft daar ook de tijd voor om daar veel meer rekening mee te gaan houden. En dat je dus ook een veel breder draagvlak krijgt. Ja. Dus dat is dit jaar wel nieuw, voor het eerst. Maar ik denk wel dat dat een goede oplossing is. Ja. Ja. Nee, dat is zeker zo. We gaan het afwachten, want ja, het is een beetje tam op dit moment, politiek gezien. Dat wil niet zeggen dat we altijd reuring en moeten hebben. Dat hebben we in het verleden ook misschien wel eens een paar keer te vaak gehad. Maar dit is nu wel erg rustig. Ja. En daar kom ik dus ook achter als ik mijn programma voorbereid. Ja. Want er zijn dan weinig spannende onderwerpen. We zijn allemaal in afwachting van wat er uitgebroed wordt door het college. Ja. Hè, wat in het collegeprogramma staat en wat ze willen uitvoeren. Ja. En die plannen die zijn in ontwikkeling. En ja, zo gauw die gepresenteerd worden, dan kun je daar wat van vinden. Ja. Maar goed. Dus, De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is van start gegaan. En de fractievoorzitters hebben hierover een gesprek gehad met de commissaris van de Koning. Ja. Wat er daarvan naar buiten is gekomen, want ook deze gesprekken zijn vertrouwelijk, is dat er voor de volgende vakantieperiode in ieder geval een profielschets wordt opgesteld en dat daarna de procedure wordt opengesteld. Dat is wat wij hebben begrepen vanuit de media. Ja. Op welke wijze, dat is mijn vraag een beetje, op welke wijze worden de burgers, de inwoners van de gemeente betrokken bij het opstellen van een profielschets? Of blijft dat het verhaal van de fractievoorzitters of van de in te stellen vertrouwenscommissie? Ja. Nou ja, dat is dus waar we nu over moeten gaan nadenken, hoe we dat gaan inkleden. Hè. Inderdaad zijn we als fractievoorzitters bij de commissaris geweest en dat is ook geen geheim. Nee. En is daar eigenlijk besloten, zoals ook in het persbericht staat, dat de vacature zal worden opengesteld en dat we dus die zoektocht gaan doen. De volgende stap nu is inderdaad die profielschets, maar daarvoor moet eerst, zal er eerst een vergadering moeten zijn van, ik neem aan de fractievoorzitters, of ik weet niet precies wie er allemaal bij zit, maar in ieder geval de fractievoorzitter, om te kijken van hoe gaan we dat opstarten en gaan we daar de bevolking bij betrekken en zo ja, hoe dan? He, daar zal iedereen wel een mening over, maar dat is dus iets wat nu de eerstvolgende stap is. Ja, ja, daar is nog niet over gesproken dus, begrijp ik. Nee, we zijn alleen nog maar bij die commissaris geweest en verder is er nog geen gesprek geweest. Okay. En zo gauw dat komt, dan, het zou mijn idee wel zijn om daar de burgers bij te betrekken. En als dus die profielschets klaar is, want die is natuurlijk gewoon openbaar, hè, want daar kan ook op gesolliciteerd worden. Ja. Dan gaat de vertrouwenscommissie aan het werk. En vanaf dat moment zul je ook niet veel meer horen. Zeker niet van mij, want dan is het vertrouwelijk. Ja. En, maar een profielschets mag in alle openheid mag die, bediscussieerd worden. Ja, we hebben een verleden wat betreft namen die naar buiten komen van potentiële kandidaten voor burgemeester en zelfs een benoemde burgemeester. Ja. Was in het verleden al een keer in de publiciteit gekomen voordat het officieel kenbaar werd gemaakt. Laten we ervan uitgaan dat het deze keer op de juiste wijze gaat. Dat hoop ik. Ja. Ja. Er zijn geluiden, Erik, dat sommige partijen best met onze huidige burgemeester, Annelies van der Kolk, verder zouden willen. GBT heeft echter aangegeven, dat is ook geen geheim, daar geen voorstander van te zijn. Is er een standpunt van de VVD hierover bekend? Ja, daar hebben we de vorige keer hier ook al over gehad. En, kijk, de GBT die wil liever op zoek naar een nieuwe burgemeester. He, daar hebben zij hun redenen voor en dat is ook prima. Dus het heeft ook niet veel zin om te gaan speculeren van gaat zij nu wel of niet. Nee. En is ze dan wel of niet geschikt. Want dat heeft geen enkele zin, daar beschadig je mensen alleen maar mee. Maar ik vind, heb ik eerder ook gezegd, dat deze burgemeester die als tijdelijk benoemd is, uitstekend functioneert. En of die zoektocht die, naar die nieuwe burgemeester, die mag wat mij betreft zijn tijd nemen. Moeten we daar geen haast in maken. Want de burgemeester die nu zit, die doet het prima. En die mag van mij betreft zo lang mogelijk daar blijven zitten. Zodat wij de tijd hebben. Dus, ja, je hoort natuurlijk ook wel eens dat als er een procedure wordt opengesteld, dat er wel 60 of 70 kandidaten zich aanmelden. Ja. Maar dat daar soms ook maar weinig echt kwalitatief goede kandidaten tussen zitten. Ja. En daar doel jij denk ik een beetje op dat rustig de tijd nemen. Niet kiezen voor een burgemeester omdat we zo nodig er één moeten hebben. Wel gaan voor een kwalitatief goede. Maar ik denk dat het zaak is om eerst die profielschets goed voor elkaar te krijgen. Omdat een burgemeester die van buiten de gemeente, misschien wel van de andere kant van het land komt, moet een goed beeld krijgen van hoe zit Twenterand nou in elkaar. En naar mijn mening zijn wij nog niet één gemeente, maar zijn wij 4 dorpen die toch nog wel, ik wil niet zeggen dat het oorlog is, maar er zit toch wel een bepaalde competitie tussen die dorpen. En ja, oorlog is een beetje als je je daar goed van bewust bent. En ik denk dus dat we iemand moeten hebben die daarmee om kan gaan en die daar een stuk verbetering in kan brengen. Dus ik zou daar wel naar op zoeken. Maar je ziet inderdaad bij vacatures, want er zijn veel burgemeestervacatures de laatste paar jaar, dat er overal toch wel fors wordt gesolliciteerd. Ja, dat je dus een grote keuze hebt. Maar dat is alleen maar een voordeel, want dan, de kans dat er een goede bij zit is alleen maar groter. Ja. Hoe kijk jij terug, maar eigenlijk heb je dat al beantwoord. Jij bent, hoe kijk je terug op de periode tot nog toe van burgemeester van der Kolk? Dat is duidelijk, daar heb je het antwoord al op gegeven. En wat zijn de verschillen in jouw optiek tussen, zeg maar, burgemeester Visser en burgemeester van der Kolk? Je hoeft niet alle verschillen op te noemen. Maar zijn er voor jou een paar karakteristieke verschillen dat je zegt, ja, daar onderscheidt ze zich ten opzichte van Visser? En ik bedoel dat niet om Visser een hak te zetten of een trap na te geven, helemaal niet. Ik denk ook helemaal niet dat dat nodig is. Nee. Maar een groot verschil is al dat de ene is een man en de ander is een vrouw. Ja, nee, maar die kon ik inkoppen, ik denk. Juist. Dat zal ik maar niet zeggen. Maar nee, maar eerlijk gezegd, ik heb niet in de raad gezeten onder burgemeester Visser. Dus hoe dat daar ging, daar kan ik eigenlijk geen oordeel over geven. Ik ken hem wel als persoon en dan vind ik hem een zeer aardige en amabele man. Ik kan alleen wel zeggen nu inderdaad dat ik vind dat burgemeester van der Kolk het handwerk als burgemeester, zeg maar, dat zij dat goed doet. En, maar je kunt op elke burgemeester en op iedereen in elke functie kun je wel op- of aanmerking hebben. Maar de een doet het zus en de ander doet het zo. En de een vindt dit belangrijk en de ander vindt dat belangrijk. Ik denk dat burgemeester van der Kolk goed functioneert op dit moment. En laat ik het anders zeggen, we hebben wel een slechtere gehad. En dat doe ik niet op Visser. Maar, dus we zijn wel wat gewend in Twenterand en daarvoor in Vriezenveen. Ja. Maar ik denk dat het zaak is om gewoon op zoek te gaan eerst naar een goed profiel waar iedereen zich in kan vinden. En dan te kijken of daar iemand bij past die ons verder helpt. Maar daar gaat het om. En dan, ik proef een beetje uit je woorden. En als dat niet zo is, moet je dat uiteraard ook zeggen. Dat je opteert voor iemand met ervaring. Want de vorige keer hadden we dus Cornelis Visser. Ja. Nieuw. En dat kon je merken. Dat is duidelijk. Daar hoef je ook niet voor weg te lopen. En dat kan je de man ook niet kwalijk nemen. Nee. Annelies is door de wol geverfd. Ja. Of wat meer door de wol. Ja. Dat is natuurlijk een verschil. Ja. Wat wel duidelijk naar voren komt. Dat klopt. Ik denk dat we inderdaad moeten gaan voor iemand met, zeker met bestuurlijke ervaring. Ja. Maar dan bedoel ik eigenlijk ook wel een beetje met managementcapaciteiten. Dus het zou voor mij ook wel iemand mogen zijn uit het bedrijfsleven. En dat bedoel ik eigenlijk iemand die niet van een bepaalde politieke signatuur is. Dat zie je ook steeds meer, dat er burgemeesters zijn zonder dat ze lid zijn van een bepaalde partij. Dat zou in Twenterand ook heel goed passen nu we een grote partij in de raad hebben die geen landelijke signatuur heeft, zeg maar. De GBT, daar is geen landelijke GBT. Ja. Dus daar is best wel wat voor te zeggen. Maar goed, we gaan het wel zien wat er allemaal solliciteert. Ja. Maar ja, ervaring is wel belangrijk, denk ik. Misschien wel een VVD-burgemeester die dat zeggen. Dat zou ook heel goed kunnen. Ja. Er zijn er hier in de omgeving wel een aantal geweest die het wel goed gedaan hebben. Ja. Ik zag jouw naam voorbij komen in een artikeltje over het op korte termijn in elkaar draaien van een programma rond Koningsdag. Ja. Welke krant was dat toevallig? Ja, weer zo'n krantje. Weer zo'n week een huis-aan-huisblad waarschijnlijk. Ja. Maar ik zag het voorbij komen. Want het heeft kennelijk weinig gescheeld, Erik. Of er was in Vriezenveen helemaal geen programma geweest rond Koningsdag. Ja. Hoe kon dit gebeuren en hoe zijn jullie erin geslaagd om op zo'n korte termijn, gezamenlijk met een aantal andere partijen, maar ik geef je daar graag de gelegenheid voor om dat uit te leggen, toch een programma in elkaar te draaien? Ja. Nou, ik denk dat het goed is om dat even recht te zetten. Want allereerst dat artikel in wat gepubliceerd is, dat vertaalt niet helemaal de waarheid. Ik ben ook absoluut geen woordvoerder van de Vriezenveense Harmonie, wat daarin gesuggereerd werd. Dus hoe dat precies tot stand gekomen is, dat weet ik niet. Maar dat laat ik ook even in het midden. Wat wij wel geconstateerd hebben als Vriezenveense Harmonie, waar ik gewoon lid van ben. Wij wouden op een gegeven moment, het bestuur ging bellen om wat tijden af te spreken. En toen kwamen ze erachter dat er eigenlijk helemaal niets werd georganiseerd en dat er dus niks op stapel stond. En dat wist de vereniging niet. En toen vroegen ze wel aan mij van, ja, wat zullen we doen? Of hoe hebben we dat in het verleden gedaan? En nou, toen hebben we al heel snel met elkaar gezegd, het concert moet sowieso doorgaan en de lampionoptocht ook, want die organiseren we eigenlijk altijd zelf. Maar toen heeft spontaan Tessa van Piekerts van de vereniging heeft gezegd van, nou, ik ga me daar hard voor maken. En die heeft samen met de vereniging DOS en met de scouting hebben ze geprobeerd om toch eigenlijk het volledige programma van Koningsdag gewoon over te nemen en dat ook weer te gaan uitvoeren. Alleen toen liepen ze tegen een probleem op dat ondertussen de tijd tot Koningsdag te kort was om nog allerlei vergunningen aan te vragen. Want daar gaat pak een beetje 8 weken overheen. Ja. Dus dat kon niet. Dus moest het verplaatst worden naar eigen terrein. En daarvoor hadden we natuurlijk ook de velden van DOS nodig en het terrein rond Odeon. Scouting deed mee en toen hebben we dus de hele boel is verplaatst naar het sportpark het midden. Is een hele succesvolle dag geweest. Jammer alleen dat het weer niet meer werkte, maar dat weet je nooit met Koningsdag. De ene keer valt het mee en de andere keer valt het tegen. Maar qua eerste opzet en door de snelle provisorische manier van hoe we dat opgezet hebben, is het naar mijn idee zeer goed verlopen. Maar als je daar het fijner van zou willen weten, dan zou ik zeggen, dan moet je eigenlijk Tessa van Piekerts een keer vragen of het bestuur van de vereniging. Okay. Ja, jouw naam werd wel genoemd en of de term woordvoerder nou juist was of niet, maar jij bent daar toch... ik ben natuurlijk heel lang bestuurslid geweest en ik ben nog steeds lid, en, maar ik zit niet meer in het bestuur. Nee, ik zit ook niet bij bestuursvergaderingen, ik bemoei me daar ook niet mee. Nee. Maar als je meer dan 20 jaar voorzitter bent geweest, dan vragen ze natuurlijk wel eens van hoe zat dit ook alweer of hoe is dit? En daar geef ik ze antwoorden op. En wat ze daarmee doen is ook helemaal aan een nieuw bestuur, dus ik geef ze informatie en that's it. Krijgt dit wat jullie betreft, en dan bedoel ik dus de harmonie, DOS 37 en de scouting, krijgt dat nog een vervolg of is volgend jaar weer de beurt aan de Oranjevereniging? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dus er volgt nog een evaluatie. Daar is nu nog te kort voor. Het was afgelopen weekend pas. En wat ze dan met elkaar gaan beslissen, ik heb geen idee. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het op zich goed geslaagd is. Dat het allemaal vlot liep. Dat er geen gekke dingen zijn gebeurd of zo. Of dat ze tegen verrassingen aanliepen. Dat is allemaal goed gegaan. Burgemeester heeft ook meegewerkt. Hè. Die is voor een speech gehouden. Vlag is gehezen. Dus... ja, je moet je dan ook afvragen van, doe je dit dan weer op het sportpark? Of moet het dan misschien toch weer terug naar het centrum? Of, nou. En de rol van de Oranjevereniging, want die is er nog wel. Ja, die schijnt wel te bestaan, maar ik zou zo niet weten wie er in het bestuur zit, eerlijk gezegd. Nee. Want die heeft toch al wel een slapend bestaan sinds, mooi dat het zo kan, zeg maar, die organisatie over heeft genomen. En dat is nu pak een beetje 3 jaar geleden, denk ik. 3, 4 jaar, Dus, en ik heb, daarna heb ik eigenlijk, ik althans van de Oranjevereniging niks meer gehoord. Nee. Maar ze zijn nog niet opgeheven, dat klopt. Nee. Je hebt ook geen contact gehad met de Oranjevereniging? Ik niet. Nee, maar ik... ook niet, Tessa ook niet, dat je weet. Dat weet ik niet. Nee, oké, goed. Nee. Erik, we hebben het er wel eens eerder over gehad. De VVD voert haar rol in de oppositie anders uit dan in de vorige 2 periodes. Dit is slechts een constatering... En dus zeker geen waardeoordeel, verre van dat. Om als partij de aandacht van de kiezers vast te blijven houden... moet je volgens mij namelijk regelmatig van boodschapper wisselen. Dus een wisseling van de wacht naar 2 of hooguit 3 periodes... is in mijn optiek om meerdere redenen een hele goede zaak. Het klopt dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... niets zeggen over de kwaliteit van het geluid. Nee. Heb jij het liberale geluid in jouw ogen voldoende over het voetlicht kunnen brengen het afgelopen jaar? Ten slotte is de VVD op dit moment binnen de Raad de enige liberale partij. In de vorige periode hadden we ook D66, die zich ook profileerde als liberale partij. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Nou, het was voor mij het eerste jaar om dit te doen. Ook een compleet nieuwe rol. En daarbij kijk je in het begin natuurlijk ook een beetje de kat uit de boom. En natuurlijk doe ik op een andere manier dan mijn voorganger dat deed. Laat ik het maar zo zeggen. Maar... maar dat mag ook, hè? Die rol, hè, wat jij bedoelt met de interruptiemicrofoon en dat soort dingen... dat komt toch wel. Niet gebruikt, nee, maar dat komt wel. Maar dat doe je toch op. Maar dat komt wel. Alleen, ik vond de aanleidingen nu niet... Neem nou het laatste debat over dat gemeentehuis wat verbouwd moet worden. Er wordt een krediet gevraagd om te onderzoeken wat we daar moeten gaan doen. Nou, dan kun je op voorhand daar wel hele debatten over gaan voeren. Maar dat komt pas op het moment dat... het plan er ligt, of in ieder geval een intentie om te kijken welke kant op we gaan. Er wordt nu alleen maar gevraagd voor een krediet om leuke plannen te gaan bedenken... en te gaan onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. En daarna volgt pas het debat. Dus om dat nu al op voorhand te doen, vind ik eerlijk gezegd een beetje voorbarig. En, ja, in het verleden werden wel meer kredieten, voorbereidingskredieten aangevraagd... en dat werden hamerstukken. Maar, dat zou het ook moeten zijn. Je kunt inderdaad twisten over of dat niet een beetje hoog is. Dat klopt, dat is het misschien ook wel. Maar goed, dat komt er uiteindelijk in de hele investering zal dit meegenomen worden. Dus, dus of het nou hoog of laag is, dat valt dan ook wel weer weg. Dus ja, dat vind ik de moeite eigenlijk niet waard om daar nu uren over te gaan debatteren. Dat komt later wel. Maar wat je ook zei over de enige liberale partij, waar we wel een heel belangrijk punt van gemaakt hebben, is natuurlijk die koopzondag. Ja, kom ik op. En dat komt nu. Ja, ja. Daar kom ik dadelijk weer op. Ik wil het even met je hebben. En overigens, de interruptiemicrofoon hoor je mij vanavond niet over. Oké. Had ik niet. Nou, hebben we al gehad nu. Ja, nee. Ja, oké, we hebben het erover gehad. Nee, maar daar gaat het niet. Geen discussie daarover voeren. Jij doet het anders. En dat heeft niets te maken of iets goed of slecht is. Anders. En dat is alleen maar goed. Want dat brengt de boodschap op een andere manier naar buiten. En dat is alleen maar goed. Dus daarover geen misverstand. Ander onderwerp. Prima, Code Oranje. Ja. De provincie is in de argumentatie voor deze Code Oranje heel duidelijk. Ja. En daar staat: de begroting 2019 die de Raad heeft vastgesteld is structureel en reëel niet in evenwicht. Ja. Dit college heeft namelijk in de begroting een voorschot genomen op mogelijk in de toekomst te genereren verdiensten binnen het grondbedrijf. Als men dat niet had gedaan, had men waarschijnlijk de OZB nog met een paar procenten moeten gaan verhogen, of misschien zelfs wel moeten bezuinigen. En verworvenheden moeten afbouwen. Ja. Dat valt altijd politiek lastig te verkopen. Maar men wist wel dat de provincie tegen deze vorm van vooraf je rijk rekenen, dat ze daar iets van zouden vinden. Want, denk jij dat het een keuze geweest is van het college om te zeggen: dan pakken we die oranje kaart wel, want het komt ons beter politiek uit? Of... Ik denk dat, zeker is dat een keuze geweest, maar ik denk ook dat de Raad daar wel achter staat. Want als je kijkt, het is ook een signaal, hè? Het is geen code rood, het is een code oranje. Waarom? Omdat ze vinden dat op dit moment mag je officieel volgens de regelgeving, tenminste dat is ligt een beetje aan hoe je er tegenaan kijkt. En de provincie kijkt er anders tegenaan dan de gemeente. Maar mag je dus toekomstige winsten uit het grondbedrijf mag je nog niet meenemen. Maar de begroting voor de langere termijn is wel in balans. Ja. Dus op de lange termijn komt het goed, laat maar even zeggen. Ja. Hè? Maar, en als je dus nu op korte termijn die balans op wilt hebben, dan moet je inderdaad dat soort rigoureuze voorstellen gaan uitvoeren. Van nog hogere OZB-belasting, die nu al met 25%, hebben we nog nooit eerder gezien. Maar, en dat willen we niet. Dus ik denk op zich dat dit goed is. Over het geheel zitten we in de code groen. Dus we kunnen eigenlijk als gemeente gewoon ons gang gaan. Het is wel een signaal. Maar ik zie dit niet als een groot bezwaar. Nee. Laat ik het anders zeggen. Ik en de VVD kan daar wel achter staan. Ja, oké. Okay. Ja, het is een keuze. Ja. En, het is niet de eerste keer dat men vanuit de interne organisatie, vanuit het Manitobaplein en de provincie niet helemaal op één lijn zit over de boekhoudregels. Want daar komt het in feite neer. Hè? Het zijn de regels. Het schijnt te gaan om een interpretatie van een uitleg van een bepaalde regelgeving die niet helemaal duidelijk is. Nee, de gemeente leest het anders dan de provincie. Ja. En wie er nu gelijk heeft, dat is... Nee, dat ligt in het midden. Alleen, het is wel zo dat de provincie uiteindelijk Dat klopt. Beslissing neemt en de basis. Maar als de glasarts stond van dit mag niet, dan hadden ze wel code rood gegaan. Dan hadden ze hem teruggestuurd en gezegd van... Dus het is van meerdere uitleggen vatbaar. Ja. Als het Rijk... want er wordt op dit moment gesproken. Ook het VNG heeft daar actie voor ondernomen. Twenterand is niet de enige gemeente die problemen heeft binnen het sociaal domein. Verre van dat. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben grote financiële problemen binnen het sociaal domein. Ja. Er is ergens een enquête, heb ik voorbij zien komen. Toen wilde men een aantal gemeentes zien te krijgen die geen problemen hadden binnen het sociaal domein. En men kon ze niet vinden. Nou, die schijnen er wel te zijn. Oh. Ik geloof dat Oldenzaal ook wel een positieve overschot heeft. Maar die zijn er wel, omdat die verdeling van die financiën op een vreemde manier gaat. Ze kijken niet van hoeveel problemen heb je nu in de gemeente, maar het wordt op een andere manier verdeeld. Ik denk naar inwonertal of zo, dat weet ik ook niet. Maar... Toen het Rijk dit over de schutting kieperde bij de gemeente, hebben ze daar niet het hele budget bij meegedaan. Nee, dus het is logisch dat gemeenten daarmee in de knel komen. Maar ja. Daar zitten natuurlijk ook bepaalde redenen achter. Het zou kunnen zijn dat de overheid in Den Haag gedacht heeft, we kieperen het over de schutting naar de gemeente, want dan staat het dichter bij de burger. Ja, en dan voelt de burger ook van, wat kost dat nou eigenlijk? Want er gaat geloof ik wel 80% van onze begroting naar zorg. Dat is ook wel extreem veel, dus daar zit een grens aan. Alleen niemand durft die grens te stellen. Wanneer zeg je nou van tot hier en niet verder, want het wordt te duur? Daar ligt het probleem. Nee, wij proberen alles nog in stand te houden. Ja. En dat kost gruwelijk veel geld. Dat beseft het VNG ook. En de VNG is nu met het Rijk in gesprek om een structurele oplossing voor de tekorten te vinden. Stel nou, en dat is weer de als-vraag, en ik heb hem bij Roel Koster ook gesteld. Mm-hmm. Stel nu dat, dat het Rijk erkent, jongens, we hebben het te krap berekend. Jullie krijgen structureel en met terugwerkende kracht mogelijk er geld bij. Dan is de OZB opbrengstverhoging van 25%, want die is gekomen omdat wij problemen hadden binnen het sociaal domein. Een punt van discussie, want als dat gecompenseerd wordt, gaan we dan in jouw optiek praten over het terugdraaien van een OZB-verhoging? Dat zou een hele mooie oplossing zijn. Maar de praktijk wijst meestal uit dat dat niet gebeurt. Maar daar zou de VVD zeker voor zijn om daar opnieuw naar te gaan kijken. Maar dan nemen we wel een heel groot voorschot op wat er in de toekomst komt. Tuurlijk. Want wat er in die meisjescirculaire staat, dat weet ook nog niet af. Nee, het is maar eventjes gewoon even brainstormen en zeggen van... Want nadrukkelijk is dat de reden geweest dat de OZB zo drastisch verhoogd werd. Als dat dan teruggedraaid wordt, zou het een logische gedachte zijn dat dan ook die opbrengstverhoging in ieder geval verminderd zou worden. Ja. En wethouder Koster zei, ja, maar dan kunnen we weer bezuinigingen terugdraaien. Alleen, de gemeente heeft altijd tot op nog toe gezegd, wij zijn in staat gebleken om alles in stand te houden. Dus zoveel hebben wij niet terugbezuinigen. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Want er zijn natuurlijk wel wat bezuinigingen geweest. Althans, in ieder geval ook op veel gebieden geen enkele indexverhoging of wat dan ook. Ja, en dat is op zich ook al een bezuiniging. Ja. Maar, en als je kijkt naar die OZB in de landelijke gemiddelden, dan doen we het in Twenterand ook nog niet zo heel slecht. En de provincie heeft min of meer ook gezegd van jongens, daar moet je wat aan doen. Dus op zich is die stap ook nog wel begrijpelijk. Maar 25% is natuurlijk wel extreem veel. Ja. En daar zou je inderdaad nog wel eens een debat aan kunnen wijden. Van, als er nu toch een voldoende compensatie komt vanuit Den Haag, van, kunnen we daar dan nog wat aan doen? Daar zou ik zeker voor zijn. Ja. Maar dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoeveel geld of er aan deze kant op komt. Ja. En wat we daar allemaal mee kunnen doen. Goed, duidelijk verhaal. We gaan het afwachten. En misschien staat ons een verrassing te wachten. En krijgen we wat gecompenseerd. Maar er zijn meer gemeenten die verwachten van geld, dus dan zal het wel een groot bedrag zijn. Maar als je dat met z'n 300 moet delen. Ja, nou, precies. En de vorige keer hebben we al een behoorlijke greep uit die kas kunnen doen. Dus dat is op zich natuurlijk heel mooi. Wethouder van Abama is voorzitter van een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten om onze klimaatdoelstellingen te halen. Ja. En ik las een artikel waarin zij geciteerd werd en zij geeft aan als voorzitter dat zij in geen enkele gemeente het plaatsen van windturbines uitsluit. Mm-hmm. Althans, zo heb ik het gelezen. Vanuit haar partijstandpunt, de ChristenUnie, begrijp ik dat uiteraard, want de ChristenUnie is niet tegen de plaatsing van windmolens, ook niet in Twenterand. Alleen de coalitiepartner, GBT, denkt daar anders over. Ja. Die zegt windmolens tot 25 meter hoogte, precies, bij een boerenerf of voor eigen gebruik, geen enkel probleem. Maar veel hoger moet het niet worden. Nee. En hier spreekt men dan, als je het over windturbines hebt, spreek je over molens van minimaal 150 meter hoog. Dat viel mij op. Is het niet vreemd aan te geven dat er nergens in Twenterand dit soort windmolens zijn uitgesloten, terwijl het eigenlijk in Twenterand, in ieder geval deze raadsperiode, uitgesloten is? Ik zie ze hier niet komen, inderdaad. Maar zij kijkt natuurlijk wel met haar commissie van 14 gemeenten naar een langere termijn. En ze hebben als taak om serieus te kijken naar het uitvoeren van dat klimaatakkoord. Ja. Ja. Naar mijn idee gaat dat klimaatakkoord veel te snel en kost ook veel te veel geld. En ik ben niet tegen verbeteringen van het klimaat. En iedereen kan zien dat daar wel wat aan gebeuren moet. Maar op de manier zoals dat nu wordt voorgesteld, denk ik niet dat dat de goede weg is. En dat denkt de VVD ook niet. Ja. Aan de andere kant, als je windmolens zou willen plaatsen in Twenterand, dan moeten ze dus inderdaad al 150 of 160 meter zijn. Dat is 2 keer zo hoog dan die aan de A1 bij Deventer. Waarom? Omdat ze anders niet genoeg wind vangen en je daar geen subsidie op krijgt. Dus die dingen die draaien ook nog steeds op subsidie. Dus ja, wat mij betreft niet doen. Nee, oké. Koopzondag, ik had het je verteld. Ja. Daar komen we even op terug. Op initiatief van de VVD heeft... 23 december 2018 een pilot koopzondagen plaatsgevonden in Vroomshoop. Ja. Iedereen tevreden, in ieder geval de ondernemers en het publiek wat erop afgekomen is ook. Ja. En de inwoners hebben op dit moment via een digitale enquête kunnen reageren. En deze reacties worden meegenomen in de evaluatie. En de raad gaat hierover binnenkort debatteren, heb ik begrepen. Hoe kijk jij naar de resultaten van deze enquête? En denk je dat dit nog invloed heeft op de uiteindelijke besluitvorming? Nou ja, je moet het natuurlijk zeker meenemen. Dat soort dingen moet je serieus nemen. Als je aan de bevolking vraagt wat vind je ervan, dan moet je daar ook iets mee doen. Maar je ziet dat... Maar dat is maar één deel van het verhaal. Als je kijkt naar de ondernemers en naar de klantenenquête die daar geweest is op die zondag, die toch vrij positief zijn... Ja. Want die evaluatie die is nu in volle gang. Daar zal ook het debat over gevoerd worden. En dan moet er uiteindelijk een nieuwe winkeltijdenverordening vastgesteld worden voor de gemeente Twenterand. Nou, is het even afwachten wat het college doet. Gaan ze eerst die resultaten van die enquête en dergelijke bespreken in de raad en komen ze daarna met een voorstel? Of komt er direct al een voorstel mee voor een aanpassing van de winkeltijdenverordening? Ik zou me kunnen voorstellen dat daar dan in staat van oké, we doen maximaal... ik zou zeggen 10 zondagen, maar dat hebben de omliggende gemeenten ondertussen ook vastgesteld. Hardenberg en Ommen en zo. Dus dat je daar gelijk mee trekt, maximaal. Waarschijnlijk wordt het dat niet, maar daar hebben ze in ieder geval de ruimte. En dat je dat dan, dat je die mogelijkheid biedt voor bijvoorbeeld gemeenten zoals Vroomshoop. Want daar was ook de uitslag van de enquête, dacht ik, behoorlijk goed. Ja. Maar je ziet dat in Vriezenveen daar de animo natuurlijk een heel stuk minder is. Ja, Westerhaar en Vroomshoop. Daar komt ook geen koopzondag, maar als men dat daar niet wil, vragen ze het ook niet aan. Nee. Dus dat hoeft geen belemmering te zijn voor die andere dorpen. Ja. Ik zou het wel een verkeerd signaal vinden als je je daardoor laat leiden en het verbod voor de hele gemeente zou laten gelden. Ja, ja, maar aan de andere kant denk ik dat het juridisch ook lastig is om per kern te zeggen, daar mag het wel en in de andere kern mag het niet. Dus de verordening zou gewoon gemeentebreed afgegeven moeten worden. Ja. En aan de ondernemers is het... Ja. Nou, in Vriezenveen zal die er niet komen, omdat de ondernemers dat niet willen. Nee. Dus dan wordt het ook niet, aangevraagd. Nee, okay. Dus dat gebeurt niet. En in Westerhaar dan waarschijnlijk ook niet. Maar in Vroomshoop duidelijk wel. En ik vind niet dat je die ondernemers daar, die mensen daar, het recht moet ontnemen om dat soort dingen te ontplooien op zondag. Ja. En daar ga je, als je dan het hebt over een liberale partij, ik vind dat mensen dat zelf moeten weten. Ja. Als zij dat willen beslissen, dan laten ze dat lekker zelf doen. Ja. En daar heeft Vriezenveen of Westerhaar heeft daar geen enkel last van. Ja, maar Westerhaar is ook voorstander, hè? Vroomshoop en Westerhaar zijn voorstander. Ja. Den Ham en Vriezenveen waren minder enthousiast, laten we het zo zeggen. Goed, prima. Maar dat mag. Ja. Dus prima. Als ze, ook in Den Ham, als ze dat daar niet willen, dan gaan ze toch niet horen. Het is niet verplicht, hè? Want die signalen kreeg ik ook wel van mensen. Dat ze denken van maar als het dan toch doorgaat, dan moet de hele gemeente mee. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kunt per kern kun je dat doen. En zelfs in de kern precies, kan je ook nog als ondernemer zeggen, ik ga principieel niet open op zondag. Die zijn er. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat mag ook. Dat mag ook. Dan moeten wij, denk ik, en dan praat ik even in de wij-vorm, wij als politiek moeten daar... niks van vinden. Nee, precies. Alleen het probleem is nu dat wij daar wel iets van moeten vinden. Want er moet nu een verordening gemaakt worden. Maar eigenlijk zouden we dat niet moeten doen. Nee. Okay. En het gaat ook helemaal niet. Het is ook niet zo dat straks elke zondag alles open is. Het gaat maar om een enkele zondag in het jaar. Dus nou... 7 mei zijn de raadsdebatten. Ja. En ik zag dat de VVD zich voor geen enkel onderwerp had aangemeld. Dat klopt. En het bevreemdt mij, en geef je graag de kans om dat uit te leggen, dat met name over volgens mij is het agenda punt 1, de wijziging in de subsidieverordening, dat daar de VVD zich niet voor aangemeld heeft. Terwijl de andere partijen zich daar Nou, bijna niet allemaal voor aangemeld. Ja, niet hebben. Allemaal. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik niet meer kan doen aan het debat dan. In tweede termijn pas? Nou, dat kan. Ja. Maar als je kijkt naar het voorstel, want die ontwikkeling van de subsidiewijzigingen, die komt nog. Hè, er komt nog veel meer wijzigingen. Ja. Waar het nu om gaat, is slechts 1 wijziging. Je hebt nu namelijk 3 categorieën. Een categorie tot 2000 euro, dat wordt door het college toegekend en wordt gewoon verdeeld. Ja. Dan heb je de categorie van 2 tot 25.000 euro. Daar moet, geloof ik, verantwoording en zo. En dan heb je nog boven de 25 euro en daar hangen andere normen aan vast. Wat ze nu gaan doen is alleen de eerste categorie tot 2000 euro gaan ze verhogen naar 10.000 euro. Dus van 0 tot 10.000 euro. En de tweede categorie wordt dan kleiner, die gaat van 10 tot 25. Dus het is maar een hele kleine aanpassing die ambtelijk gewoon heel veel werk scheelt. Ja, ja. Verder verandert er aan voorwaarden, verandert er helemaal niks. Dus ik vind het prima. Als deze wijziging zo doorgaat, dat is een technische aanpassing. Dus het heeft niks te maken met het feit dat jij jarenlang, zeg maar, voorzitter geweest bent van de Friese Harmonie. Ja. En ook dus betrokken bent geweest bij subsidieverlening en subsidie nemen. Want je bent geen voorzitter meer. Dus je zou over dit onderwerp gewoon frank en vrij kunnen meedebatteren. Daar ga ik vanuit, want eerlijk gezegd, ik ben inderdaad geen voorzitter meer. Ik zit ook niet in het bestuur en ik heb ook geen idee wat ze op dit moment binnen het bestuur allemaal doen. Ik weet alleen wel dat er, als je kijkt naar de cultuursubsidies, dat Koster daar wel het nodige aan wil doen. En daarvoor is hij in gesprek met het muziekplatform. Dat is een gezamenlijk overlegorgaan van de 4 muziekverenigingen. Mm-hmm. Maar wat daar precies op tafel ligt, en daar heb ik geen idee van. Nee, want, daar zit ik niet bij en daar bemoei ik me niet mee. Dus gaan we afwachten. Nee, het viel mij op. Ik denk, joh, dat is meestal wel een onderwerp waar de VVD ook wat van vindt. Dit is een relatief kleine wijziging die ik niet spannend vind. Of ik moet het verkeerd gelezen hebben en er staat nog meer in, maar dan komt dat in de tweede termijn. Okay. Ja. Staatsbosbeheer gaat het gebied rond Engbersdijk-Venen volgend jaar vernatten. Ja. Wel iets minder, het wordt iets minder nat dan voorheen. Ja. Maar men heeft niet voor niks bij 70 woningen een nulmeting gedaan. En dat gaat men controleren. Dit was een mooi onderwerp geweest om samen met Stefan Reusken te bespreken. Stefan was zelfs voorstander van de eerste variant, waarbij het nog natter zou worden. Ja, ik zeg het maar eventjes. Klopt, hij gaat daar wel wat verder in, inderdaad. Ja. En de VVD, zoals ik inschat, vraagt zich toch af of dat allemaal wel nodig is. Nee, dat klopt. Alleen, dit is natuurlijk al een proces wat al jaren loopt. Ja. En wat dus nu tot een conclusie komt, zeg maar. Hè. En er is nu een pad gekozen welke kant erop gaat. Het heeft nu niet veel zin meer om daar tegen te zijn, want het gaat toch door. Je moet alleen nu kijken van wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we de nadelen zoveel mogelijk voor onze inwoners beperken. Ja. En de schade dus beperken. Maar, dus we moeten even kijken wat zijn nu de effecten van de ingeslagen weg. Ja. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Ja. En, ook de bewoners worden nu op die nulmetingen, er zijn metingen verricht en men gaat het nu goed monitoren. Het gaat in gang en dan moet goed monitoren van wat gebeurt er dan precies. En klopt de aanname die ze gedaan hebben qua vernatting en qua overlast, qua muggen en al die dingen meer. Erik, is er nog iets wat je met ons wilt delen of nog ergens op terug wil komen? Het is inmiddels bijna 8:10. Okay. We hadden van tevoren afgesproken, omdat Stefan er niet was, dat we het in zouden korten, ons gesprek. Maar we hadden ook nog wel langer door kunnen praten, blijkbaar. Je krijgt nog een andere gast, geloof ik. Dus. Ja, we krijgen nog een andere gast. Ik heb hem nog niet gezien, maar die zal er ongetwijfeld zijn. Kijkers en luisteraars, ik wil je danken, Erik, voor je komst. Blij dat je gekomen bent. En tot de volgende keer. Je hebt nu even wat rust, want je bent wel vrij snel achter elkaar. Maar soms werkt dat in een schema. Als je met 7 mensen een schema op moet stellen, is dat altijd lastig als je er 2 uitnodigt per keer. Dus dan is het altijd een zoektocht. Fijn dat je er was. En laten we hopen op wat spannender debatten in de komende tijd. En politiek mag best spannend zijn, hoor. Die gaan er ook wel komen. Oké, heel fijn. Kijkers en luisteraars, wij gaan er even tussenuit voor een korte onderbreking. En ik ben zo weer terug met aan tafel een nieuwe gast. Tot zo. die woonden samen in een huisje. Zij was wat stief van reumatisme, toch kon zich samen nog prima redden in het kleine huisje aan de die. De kinderen waren al lang de deur uit, toch kwam ze vaak nog op ons heen. En meestal hadden ze het over vroeger, en dit was altijd waar de zee. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Zes kippen en een olle geiten, een zwien in het hok, een stukje laan. En twee moldaan zijn over het wegje, en dan hulde opoe hem bij de hand. Zijn hele leven keihard werken, en moeder met 8 kinderen thuis. Wie de zomerdag heel vroeg aan bijen, en pas ding melken stiet in huis. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Toen op een zondag in december, kreeg opa het opeens benauwd. Zijn dochter laat de dokter komen, omdat ze het eigenlijk niet vertrouwt. En de andere dag is overleden, het heeft mij voor opoe zo begroot. Misschien was beter anders het best, want 3 weken later was ze dood. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. De dood dat heb ik niet verzeggen, want beiden won ze graag gelijk. Nou rust ze zacht door op het kerkhof, vlak bij het huisje aan de die. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Het werd nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Ja, kijkers en luisteraars, mooie beelden van een mooie plek in onze gemeente. En Duo Tiz'nix doet haar naam geen eer aan. Ze doen goed hun best. Door het livestreamen van onze uitzending via Facebook zijn wij echter beperkt in onze muzikale mogelijkheden tijdens de onderbreking. Facebook draait op het gebied van de rechten keihard de uitzending weg als wij geen toestemming hebben om muziek te draaien waar wij geen rechten van hebben en dus niet voor betaald hebben. Daar komt het op neer. Daarom heeft u nu al een aantal keren ook het Duo Tiz'nix kunnen beluisteren. Daar hebben we de rechten wel van en daar hoeven we ook niks voor te betalen. Tiz'nix bedankt. Maar amateurbands en muziekverenigingen in Twenterand, kom op met jullie mooie beelden en geluid. Wij willen ze graag uitzenden en we gaan er niet voor betalen, maar het is ook een mooie promotie voor uw muziekvereniging. Inmiddels is bij mij aan tafel aangeschoven Bertus Akse, voorzitter van de Stichting Manna. Welkom Bertus. Dankjewel. Ik mag Bertus zeggen. En ik vind het fijn en leuk dat je er bent. We gaan het straks uiteraard over de stichting Manna hebben. Maar eerst wil ik het een beetje hebben over een onderwerp dat de laatste tijd nogal in de publiciteit is geweest. En waarbij je nadrukkelijk bij betrokken was. De vraag deed de ronde, doet Bertus het wel of doet Bertus het niet? Want door het opstappen van Henk, het aangekondigde opstappen van Henk Kerkdijk, moest er een nieuw raadslid, een fractielid van het CDA, benoemd worden. De procedure bij tussentijdse wijzigingen zijn echter duidelijk. Men grijpt terug op de uitslagen van de voorgaande verkiezingen. En Bertus, jij was formeel en democratisch de gekozen opvolger van Kerkdijk. Daarover bestond geen enkele discussie. Geen enkele. Ook het interview wat je hebt gehouden, of het artikel in Tubantia, was heel duidelijk daarin. Jij hoeft maar ja te zeggen en je wordt het. Klopt. Dat was de situatie. En het enige wat jouw benoeming in de weg zou kunnen staan, was dat je afzag van je benoeming. En om jouw moverende redenen. En ja, die heb je gehad, want op 21 mei, Deo Volente, zeggen we dan maar, dat heb ik geleerd van de ChristenUnie, wordt echter niet Bertus Akse als raadslid geïnstalleerd, maar Rosvita Uitslag. En ik heb daar uiteraard wel wat vragen over, Bertus. Dat zal je niet verbazen, denk ik. Nee, dat verbaast me niet, dus ik zal zeggen, vraag maar raak. Ja. Speelde partijpolitiek, geloofsrichtingen en woonplaats een rol? Of een ondergeschikte rol? Of is dit binnen het CDA nog steeds een heel belangrijk punt? Nee, het heeft geen enkele rol gespeeld. De keuze lag bij mij en ik had andere reden om nee te zeggen. Ja, ja. Dus er is vanuit het bestuur van het CDA geen enkele druk op jou uitgeoefend? Het bestuur heeft volste vertrouwen in zowel Rosvita als mij. Ja. En er is geen enkele druk uitgeoefend. Oké. Nee. Ja, die geluiden hoor je dan ook wel weer, hè? Ja, ik weet niet waar die geluiden vandaan zouden moeten komen. Maar het is goed dat we dit soort programma's hebben, dat jij de gelegenheid krijgt om dat weg te nemen. Een ander punt is, Bertus, jij gaat in principe tegen de wens in van de kiezers. Je hebt een groot aantal voorkeursstemmen gekregen. Ja. En die mensen, ja, die wilden jou in de raad zien. En jij hebt daar, en we gaan er dadelijk over praten waarom, jij hebt gezegd, nee, ik doe het toch niet. Had je dat dan niet eerder kunnen bedenken? Want je stond op een verkiesbare plaats. Dus de kans dat je gekozen zou worden, was wel duidelijk aanwezig. Dat klopt. Kijk, in de loop van de tijd, toen ik op die plek kwam, en als het dus direct een plek was geweest, dat als het CDA wat meer stemmen had gehad, was ik in de raad gekomen. Had ik het zonder meer gedaan. Ja, ja. Maar in de tijd van de laatste tijd hebben we zoveel bewegingen in het hele gebeuren van Stichting Manna. Okay. Dat daar zoveel tijd in gaat zitten. Als ik dat zou moeten overhevelen aan iemand anders doen, dat kost zoveel kruim. Okay. Nee, maar daar krijg je daar wel even voor. Maar het punt is, de intentie bij jou toen je kandidaat stelde op een verkiesbare plek was gewoon, als ik gekozen word, ga ik de raad in. Als ik toen meer stemmen had gehad en ik was de raad ingekomen, was ik de raad ingegaan. Oké, nou, maar dat is ook duidelijk. Dan hebben we dat ook weer opgelost en ook weer kenbaar gemaakt naar buiten. Ik heb jullie al een aantal keren uiteraard gezien rond de raadsvergadering. En jullie bedoel ik dan Rosvita en jou. En ik maakte elke keer ook weer grapjes over. Van ja, is er al iets bekend of weet ik het niet. Maar wat ik ervan begrepen heb, Bertus, is de verstandhouding tussen Rosvita en jou zijn heel goed. Prima. Dat heeft geen enkele rol gespeeld. En ook in de hele fractie zijn de verstandhouding heel goed. Dus we hebben een prima fractieoverleg. Ja. Fractievolgers doen het prima. Okay. Dus we hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om te zorgen dat we klaar voor zijn. Het argument van Henk om op te stappen, zoals ik het gelezen heb, was om plaats te maken voor nieuwe gezichten in de fractie. Je kunt zeggen wat je wilt over Rosvita, maar een nieuw gezicht in de fractie is er niet. Nee, dat denk ik ook. En dus dat valt mij dan weer op. Dan denk ik, ja, oké. Maar een nieuw gezicht gewoon van dit ja, oké. Dit jaar of deze periode is het zeker. Ja, natuurlijk. En de Zwita heeft ook nog nooit de volle periode meegemaakt. Nee, dat klopt. Maar ze heeft wel wat vlieguren al binnen de raad. En vooral ook binnen de, ik denk meer in de schaduwfractie dan in de raad. Ja, oké. Ik had, voor de kijkers en luisteraars, ik had Rosvita ook uitgenodigd vanavond om samen met Bertus hier aan tafel te zitten. Zij kon helaas niet komen. Dus er zit geen enkele andere gedachte achter. Als het had gekund, had ze hier aan tafel gezeten. 21 mei wordt ze geïnstalleerd. En dan krijg ik nog wel gelegenheid om met haar voor de camera een gesprekje te voeren. Ongetwijfeld. Bertus, nu komen we eigenlijk bij de reden waarom je teruggekomen bent op je voornemen om raadslid te worden. Daar is de camera. Ja. Aan jou het woord. Leg het ons uit. Nou, Stichting Manna is al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. En die nieuwe locatie hebben wij in november gekregen in bruikleen van de gemeente. En sinds november ben ik samen met anderen bezig om te zorgen dat die locatie geschikt wordt gemaakt voor zowel de voedselbank als de kledingbank. Daarvoor hebben we een nieuwe stichting opgericht, Stichting De Linde. De locatie is ook de voormalige basisschool De Linde aan de Linderdijk, dacht ik, Linderdijk 4A. Net buiten aan de rand van Vroomshoop. Een prachtige locatie waar mensen kunnen komen en toch een beetje incognito hun zaken kunnen doen. Het klaarmaken van het gebouw en alles daaromheen, dus een nieuwe stichting oprichten, zorgen dat het gebouw wordt verbouwd, dat er eventueel nog een nieuw pand wordt achtergezet. En alles daaromheen heeft zoveel werk, of kost zoveel werk, dat ik daar, vooral het komende jaar ben ik daar zeker nog druk mee met anderen om te zorgen dat het alles in orde komt. Dat ik heb afgezien van een plek in de raad. En je kunt dan zeggen, ja, je kunt alles natuurlijk wel aan anderen overdragen, maar op dit moment heb ik gezegd van hoe kunnen we het beste de gemeenschap van Twenterand dienen. En dat is op dit moment als voorzitter van zowel Stichting Manna als van Stichting De Linde. En voor Stichting Manna zijn we al een tijdje bezig om ook een nieuwe voorzitter te zoeken. En ik hoop ook dat die binnenkort of binnen afzienbare tijd komt. Er is nog niemand, dus als u denkt van dit is iets voor mij, dat zou ik zeggen van dien je aan of dient u zich aan. Heel graag. Stichting Manna bestaat nu 10 jaar. Ik heb het samen met anderen opgericht, of anderen samen met mij, hoe je het ook wilt zien. 2008, hè? 2008. Ja. We hebben heel hard gewerkt om te zorgen dat het een volwassen organisatie wordt. We hebben 80 vrijwilligers en kijk, het runnen van een organisatie met 80 vrijwilligers is gewoon is bijna een baan. Bertus, ik heb met heel veel belangstelling ter voorbereiding op ons gesprek jullie begroting 2018 doorgelezen. En ik moet mijn complimenten maken voor niet alleen hoe de begroting eruit ziet, maar ook wat jullie allemaal doen. En wat mij direct opvalt, ik heb wel meer begrotingen en balansen gelezen in mijn leven, maar dat de kosten vrij laag zijn. En alleen noodzakelijke kosten worden opgevoerd. En dat zie je wel eens anders, helaas. En dat vind ik een groot compliment waard. Ja. Er zijn een aantal onderdelen binnen de stichting. En dan heb ik het niet over de nieuw gevormde stichting De Linde, maar even over Happy Kids. Help me even. Je hebt Manna Care, Manna Fashion, Manna Happy Kids. Ja. Manna Care, dat is de voedselbank. En Manna Fashion, dat is de kledingbank. En Manna Happy Kids, door de vrijwilligers die daarna werken, worden verjaardagsdozen gemaakt voor kinderen die jarig zijn. En kinderen die jarig zijn en niet de mogelijkheid hebben om te trakteren op school, die blijven vaak ziek thuis. Dus wij maken dan een verjaardagsdoos waarin zowel een mogelijkheid zit om thuis wat te doen met een taart en ook de mogelijkheid om op school te kunnen trakteren. En we noemen Manna Care en Manna Fashion en niet de voedselbank en de kledingbank. Want ik denk als je gaat winkelen bij Manna Care of je gaat winkelen bij Manna Fashion, dat het anders klinkt dan we gaan naar de voedselbank of naar de kledingbank. Ja, ja. Nee. Maar goed, ook dat soort dingen vielen mij op. Dan zeg ik, ja, er is over nagedacht. Het is niet niks, dat zeg je zelf ook al. 80 vrijwilligers runnen als manager. Ik heb begrepen dat jij manager bent geweest binnen Thales Nederland, BV. Ja, ik ben dus gisteren... je hebt wat ervaring daarmee. Gisteren ben ik met pensioen gegaan. Kijk aan. Ja. En dus, mag ik vragen naar je leeftijd, Bertus? Ik ben in maart 66 geweest. Ja, nou mooi. Geniet van je pensioen. Dank je wel. Mooie tijd. Kijk uit dat je niet te druk wordt. Ik heb sinds ik vrij heb nog geen dag iets gedaan voor anderen, voor de Stichting Manna. En nu met het gebouw, er waren wat ramen ingegooid, dus we hebben de achterkant helemaal dichtgemaakt met beplating. Ja. Om te zorgen dat er niet nog meer ramen ingedicht worden. In de begroting, en ik heb al gezegd dat die er heel goed uitziet, is er ook een mooie winst gemaakt in 2018. En die is toegevoegd aan de reserves. Ja, keurig. Ja. Wat mij ook opviel, Bertus, is dat er een daling is in het aantal verstrekte pakketten. Dat klopt. Zet deze trend zich door in jouw optiek en wordt dan op een gegeven moment de stichting misschien wel overbodig? Uiteindelijk is dat het doel van Stichting Manna om zichzelf overbodig te maken. Laten we hopen dat het nog een keer zo zal zijn. Ja. We komen af van 180 in 2014, 180 voedselpakketten, dus 180 gezinnen. We zitten op dit moment op rond 120 en ik hoorde gisteren van een van de medewerkers dat we nu richting de zomer gaan, dat we richting de 100 gaan. Ja, ja. En dus meestal hebben we 's winters wat meer gezinnen die gebruik maken van de voedselbank dan zomers. De trend zal zich denk ik wel voortzetten, maar dat hangt ook af van de economie. De economie wordt wel beter, maar of de mensen daar zelf... van profiteren is nog maar de vraag. Wordt wel beloofd hè, dat de mensen het in de portemonnee kunnen voelen. Zelfs ook door een partij waar ik vroeger vertegenwoordiger van was. Ja. Maar dus de meeste mensen, de grootste gedeelte komt uit Vroomshoop. En de grootste daling was ook in Vroomshoop. Dus ik heb zelf een beetje aangenomen van... waarschijnlijk zijn het allemaal mensen die in de bouw werken. En nou, dan Vroomshoop daarom de grootste daling laat zien. Ja, maar dat is natuurlijk wel opvallend. Dat jullie meer pakketten procentueel binnen Vroomshoop uitzetten dan in Vriezenveen, bij wijze van spreken, of in Westerhaar of in Den Ham. Ja, ik moet ze allemaal noemen. Dan ja, dat is De Ham is altijd structureel gewoon laag geweest. Nooit meer dan 6 pakketten. En nu denk ik 2 of 3. Is dat... Is schaamte? Denk jij gevoelsmatig, er zullen wel meerdere gezinnen zijn die eigenlijk ervoor in aanmerking komen, maar dat toch de drempel te hoog is? Of... Ik denk dat dat niks met welke kern dan ook te maken heeft. Ik denk wel dat er nog meer gezinnen gebruik kunnen maken van Stichting Manna, maar niet weten hoe ze daar terecht zouden moeten kunnen. Of eigenlijk zelfs niet in de gaten hebben dat ze al zover zijn dat ze terecht zouden kunnen. Ja. Ja. In het verleden, Bertus, had de stichting eigenlijk geen vaste woon- of verblijfplaats. Jullie zijn nog wel een aantal keren verplaatst en verhuisd. Daar komt nu, en dan komen we een beetje, bij Stichting De Linde ook. Dat ziet er nu anders uit. Dat ziet er nu beter uit. Ja. Wat zijn de plannen daar? Want ik hoorde je ook zeggen... Misschien gaan we nog iets bouwen aan de achterzijde. Kan je ons iets meer vertellen over de plannen? De plannen zijn nu... We zijn nu aan het tekenen en het indelen. Dan hoop ik dat ik dan... als dat tekeningen klaar zijn, dan ga ik weer terug naar de gemeente om te zeggen... Nou, dit zijn we van plan. Krijgen we daar toestemming voor? En dan willen we met vrijwilligers en dergelijke gaan verbouwen. En dan hopen we in oktober de voedselbank in te kunnen richten en daarna... Misschien 3 of 4 maanden daarna de Manna Care, dus of Manna Fashion, dus de kledingbank. Ja, ja. En er is nog een gebouw wat... Het is eigenlijk te klein. We gaan van groot naar klein. En Stichting Waypoint kreeg ook een locatie binnen De Linde. Dus we zijn aan het onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om er een gebouw achter te zetten. En dat zou dan van... de huidige kinderopvang De Dolfijn, die er vlakbij is in het plantsoen. Een van die gebouwen die kunnen we verplaatsen. En dan moeten we kijken van hoeveel dat kost. Ja, ja. Of wij gaan de container in, of wij mogen hem verplaatsen. Maar dat zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Ja, ja. En als we die er dan achter kunnen zetten, dan hebben we echt voldoende ruimte. Zowel voor de voedselbank, de kledingbank en Waypoint. Ja. Ja, jij bent dus het gezicht naar buiten van Stichting Manna vanaf 2008 eigenlijk. Ben je gelijk voorzitter geworden? Ja, ik ben medeoprichter en voorzitter. Ja. Nou ja, ik begrijp waarom je gekozen hebt in deze situatie, die je op het moment van je kandidaatstelling nog niet wist, dat je deze keuze hebt gemaakt. Voor de CDA-fractie lijkt de benoeming van de inmiddels toch wat meer ervaren politica Rosvita van toegevoegde waarde. En voor de Stichting Manna is het zeker een goede zaak dat Bertus Akse juist in deze periode nog voorzitter blijft. Al met al tevredenheid alom. Of zit je toch nog iets dwars? Nee, er zit mij helemaal niks dwars. Kijk, wat mij dwars zit is dat... Kijk, ik kan niet eeuwig voorzitter van Stichting Manna blijven. Dat wil ik ook helemaal niet. Dus wat je wilt is dat aan de ene kant zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Aan de andere kant wil je ook zo snel mogelijk iemand hebben die je op kan volgen. En, nou, de oproep heb je al gedaan. Ja. Maar helaas is het zo, en dan doe ik ook nog maar een oproep. Want de Delta Media Groep is ook al meer dan een half jaar op zoek naar een voorzitter. En het is lastig zoeken. Om geschikte mensen te vinden die de bereidheid hebben, maar ook de tijd. Want we kunnen er hoog en laag over springen en lang en breed over praten, maar het kost veel tijd. Het kost tijd, maar je krijgt er ook... En het kost energie, maar je krijgt er ook veel energie voor terug. Ja. En ik denk dat je, als je iets doet voor de maatschappij in het vrijwilligerswerk... Het is niet altijd zo dat je af en toe kunt blijven drukken. Ik denk dat je soms ook een taak op je moet nemen om iets meer te doen dan meer. Ja, Bertus, het is 7:05 bijna. Ik dank je voor je aanwezigheid en dat je op korte termijn hebt toegestemd om even bij mij aan tafel aan te schuiven. Graag gedaan. Bedankt voor het platform wat ik hier heb. Nou ja, goed, dat was ook een beetje de bedoeling. Er gaan altijd verhalen, dan is het mooiste om de mensen zelf het woord te geven. Dan kun je het in je eigen woorden ook uitleggen waarom. Ik begrijp jouw beslissing in deze situatie. En ik ben ervan overtuigd dat ook jouw kiezers dat nu begrijpen. Want dat is natuurlijk belangrijk, want die verplichting had je wel. Kijk, als je het SEC bekijkt, zou je het kiezersbedrog kunnen noemen. En, dat woord heb ik bewust niet genomen. Maar dat heb ik wel in mijn overweging meegenomen. Ja. Nee, oké, dat vind ik heel terecht. Over een kleine 3 jaar, Bertus, hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. Weer op de lijst dan? Want leeftijd zegt niks, hè? Nee, dat zegt niks. Dus dat is een getal, hè? Als ik me nog zo fit voel als nu, misschien ja. En als ik dan... Ja, hangt er maar vanaf van hoe de situatie... Kijk, vorig jaar toen dacht ik van, ik ga er direct in. En de situatie is nu anders. Dus als je dan 3 jaar vooruit wilt kijken... Wie weet wat er nog gebeurt in Twenterand op Ja, maar nieuwe verkiezingen krijgen we in de gemeente nooit, hoor. Nee, dat duurt 3 jaar. Nee, maar... Ja. Dan kunnen alle colleges vallen, maar verkiezingen komen niet. Nee, verkiezingen niet. Maar goed, ook in het vallen van de colleges kun je nog al de andere dingen. Ja. Daar heb je nog hoop op, Bertus? Waarom zou ik hopen? Nee, de GBT doet het goed. Dus en waarom zouden we... Ik zit er echt niet op te wachten. Dus voor Twenterand zou dat ook niet goed zijn. Kijkers en luisteraars, ik wil u nog even wat inlichtingen doorgeven. De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Een aantal maanden geleden hebben we gesproken over mezen. Mezenkastjes die zouden de processierups gaan bestrijden. Dat experiment loopt nog. Maar kennelijk zijn er op een aantal plekken toch wat grotere problemen. En daarom is er vanaf deze week door een aannemer begonnen met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Om te voorkomen dat deze rupsen zich ontwikkelen. Dus samen met de aannemer en de mezen gaat Twenterand de strijd aan met de processierups. 4 mei, Twenterand herdenkt. Altijd een belangrijke datum. En of we nu de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken, of oorlogssituaties en vredesmissies nadien daarbij betrekken, dat zou mij persoonlijk om het even zijn. Maar dat we stilstaan bij dit soort gebeurtenissen, dat moeten we blijven doen. De herdenkingen zijn uiteraard in alle 4 de kernen. 7 mei, dinsdag 7 mei, zijn er openbare raadsdebatten. Ik heb het met mijn vorige gast daarover al even gehad. Lijkt op het eerste gezicht niet van die spannende onderwerpen. En wij wachten op de behandeling van de kadernota. Heeft u plannen en woont u in het buitengebied voor uw erf? Kom dan 9 mei naar Den Ham. Want daar organiseert de gemeente Twenterand een bijeenkomst voor alle bewoners van het buitengebied. Tijdens deze bijeenkomst worden belangstellenden geïnformeerd over de ontwikkelmogelijkheden die er zijn voor erfgenamen of /bewoners. De avond wordt gehouden bij de Zandstuve, Dennenweg 11 in Den Ham. De aanvang is 8 uur, inloop vanaf 7:30. U kunt u aanmelden via a.terbeek@twenterand.nl, maar u kunt ook gaan naar de site van de gemeente, kunt u zich ook aanmelden. Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Maar toch slagen wij erin, nu al meer dan een jaar, om er toch elke 14 dagen een programma over te maken. En ook vandaag is dat weer goed gelukt, met dank aan de gasten Erik Kobes en Bertus Akse. De volgende uitzending is donderdagavond 16 mei. En dan zijn mijn gasten Jan Kuilder en Marcus Elzinga. Maar mogelijk spreken we elkaar al eerder, want dinsdagavond, zoals ik gezegd heb, zijn er raadsdebatten. Bedankt voor het kijken of het terugkijken. En ik wens u allemaal nog een heel prettige avond.